Wij zien de hele Wietpas eigenlijk als een, uh, het opereren van een patiënt zonder symptomen. He, er is geen probleem, wij geven geen overlast, er zijn geen overlastdossiers. En als er overlast is, dan kan dat in goed overleg worden opgelost. Onnodig en vooral onzinnig. In koffieshop Colosseum in Rotterdam Zuid komt de Wietpas er niet in. Het is de eerste koffieshop in onze regio die het nieuwe registratiesysteem weigert te gebruiken. Wij gaan hem niet invoeren. Nee, wij gaan niet extra maatregelen nemen tegen onze klanten en de onveiligheid op straat bevorderen. Of het slim zal zijn, is een tweede. Een koffieshop in Tilburg deed onlangs hetzelfde. We krijgen geen boete, we worden dus meteen drie maanden gesloten. Sinds 1 mei moeten koffieshopbezoekers in de drie zuidelijke provincies zich registreren voordat ze wiet kunnen kopen. Als het nieuwe kabinet niet anders besluit, is de rest van Nederland per 1 januari aan de beurt. In Nederland is veel weerstand tegen de Wietpas. Zo zijn de vier grote steden tegen. Is burgemeester Abu Talib tegen. En ook in dit rapport staat dat de Wietpas in Rotterdam een slecht idee is. Meer dan de helft van de koffieshopbezoekers in Rotterdam is namelijk niet van plan zich te registreren voor de Wietpas met alle mogelijke gevolgen voor de straathandel. Daarnaast komt slechts 5% van de klanten in Rotterdam uit het buitenland. En daarvoor is de Wietpas vooral bedoeld. Het tegengaan van drugstoeristen. Belgen of Fransen, nee, die komen niet door naar Rotterdam. De voorstanders van de PAS zijn op één hand te tellen. Alleen het CDA in de Rotterdamse Gemeenteraad voelt er wel voor. Eén op de acht Rotterdammers gaat normaal naar een koffieshop toe. Wij vinden dat niet normaal en wij willen dat alles gebruikt wordt, alle maatregelen gebruikt worden. om die, uh, dat koffieshopbezoek tegen te gaan. Coffee Shop Colosseum heeft vanwege alle protesten goede hoop dat Rutte en Samson het besluit over de landelijke invoering van de wietpas zullen terugdraaien. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het anders is omdat alle onderzoeken namelijk dezelfde kant uitwijzen. De wietpas werkt niet.